Een dapper persoon als jij zou moeten zijn. Yo, Nintendo fans! Hallo! We gaan vandaag een nieuwe Pokémon game spelen. Althans, een demo van de nieuwe Pokémon game, want die staat nu in de e-shop op de Nintendo Switch. Maar voordat we beginnen, doe even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal en join the Rickachu Army. En dat is Pokémon Mystery Dungeon. En dit is een remake van een game, van een oude game op de Game Boy, volgens mij. En toen ik dit steltje zag, jongens, ik was verliefd. Ik vind dit zo'n leuke tekenstijl. Dit ziet er echt fantastisch uit. We krijgen een briefje van Flipper. En je ziet het staan. Dit is de demo van Pokémon Mystery Dungeon. De game komt op 6 maart uit. En alle progressie die we nu maken, nemen we mee naar de hele game. Dus als we op 6 maart beginnen, kunnen we gelijk verder. Oh, en voor iedereen die zich zorgen maakt over Pokémon Sword, er komt nog nieuwe Pokémon Sword content. Dat ben ik aan het voorbereiden, maar dat duurt gewoon even. Dus geef me even de tijd, maar binnenkort vette nieuwe dingen voor Pokémon Sword. Maar nu eerst, Pokémon Mystery Dungeon. Daar gaan we. We worden welkom geheten. Dit is een portal en die leidt naar de wereld van Pokémon. Maar voordat we erdoor mogen, heeft hij een aantal vragen voor ons. Oké, nu leren jullie mij ook gewoon beter kennen. Dit is gewoon een Q&A. Gaap ik vaak? Valt wel mee. Do you like groan-inducing puns? Zijn dit een beetje flauwe grappen of zo? Ja, daar hou ik wel van. Daar hou ik zeker van. Beetje flauwe woordgrappen volgens mij. Maak je veel geluid als je plezier hebt met andere mensen? Ben je luidruchtig? Nee, ik ben niet luidruchtig. Ik kan wel heel enthousiast zijn, maar over het algemeen ben ik vrij rustig en kijk ik een beetje de kat uit de boom. Dus nee, dat niet. Let's go, volgende vraag. De bestuurder van je land staat voor je. Hoe spreek je hem aan? Dus als de koning voor me staat, of Willem-Alexander, dat is dezelfde persoon. Mark Rutte bedoelde ik. Dan spreek ik gewoon rustig. Ja hoor, zeker, dan spreek ik wel rustig met ze. Durf ik een spookhuis binnen? Zeker, lijkt me vet. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen. Het is een mooie dag op het strand. Hoe voel je je? Weet je wat het is? In Nederland hou ik niet van strand. Ik zal nooit zelf naar het strand gaan, maar als ik op vakantie ben in het buitenland, dan vind ik het wel chill. Ja, wat moet ik hier nou kiezen? Het voelt goed of dat ik naar huis wil? Nee, over het algemeen voelt het wel goed. Ik kan er toch wel van genieten. Oh, je vriend wordt gepest. Wat doe je? Op de middelbare school werd een keer iemand gepest in mijn klas. Het was geen eens mijn vriend. En toen ben ik naar die gast toegegaan en toen zei ik van ja, als je hulp nodig hebt of je wil praten, kom naar mij toe, want ik vind dit echt niet kunnen. Eens even kijken wat nu de antwoorden zijn. Face up the bully. Oftewel, confronteer de pestkop. Blijf bij de pestkop weg. Hackle the bully from behind. Dus tackle hem van achteren. Ja, als het over mijn vriend gaat, dan kom ik zeker wel op voor mijn vriend. Dus ik face the bully. Iemand schreeuwt van achter een deur. Hoe ga je ermee om? Ja, doe ik wel de deur open. Ja, ik ga die niet negeren of zo. Nee. Wil je als een jongen of een meisje spelen? Nou, vandaag laat ik vandaag als een jongen gaan spelen. Krijg ik dan nu de antwoorden te zien? Of wat krijg ik nu te zien? Waarom werd dit interview gedaan? We zijn een Pokémon. Als ik een Psyduck ben, hè? Nou, is eigenlijk ook best wel leuk. Oké, even kijken. Wie wil ik eigenlijk niet zijn? Ja, deze Pokémon zijn super stoer. Ik zie daar alleen volgens mij een Skitty. Ik zou niet graag die Skitty willen zijn. Ik wil wel graag een Cubone, een Trico, Charmander lijkt me leuk. Chikorita lijkt me ook tof. Als ik precies Psyduck ben, dan ga ik echt lachen. We zijn in ieder geval een dapper type. Met een sterk gevoel voor gerechtigheid. Dat zou Bulbasaur kunnen zijn. In de anime kwam Bulbasaur ook altijd op voor zijn vrienden bij de daycare. Ik haat kwaad. Ja, dat is ook Bulbasaur. Dat is zeker Bulbasaur. We pakken elke tegenstander aan. Misschien is dat dan weer Machop. Ik ben een echte held. Hé, dit moet Bulbasaur zijn, man. Dit moet Bulbasaur zijn. Of ben ik Pikachu? We staan voor het recht en voor vrede op aarde. We bevechten het kwaad. Een dapper persoon als jij zou moeten zijn... Wie zijn we, jongens? Ja! De Machop. Oh nee. Nee, ik wil de Bulbasaur zijn. Kunnen we niet gewoon zelf kiezen? Kijk, we kunnen inderdaad zelf kiezen, jongens. Dit was wel even een anticlimax, jongens. Ik wil Bulbasaur zijn. Ik voel me goed bij Bulbasaur. Dit is de laatste stap. Wie wil je hebben als partner? Chikorita is trouwens weg. We kunnen dus niet twee grastypes hebben. Dat valt me gelijk al op. Laten we iemand uit de andere generatie pakken. Dus dan vallen Squirtle, Pikachu, Cubone, Charmander, Psyduck, Machop, Meowth en Eevee al af. Jongens, ik ga voor Torchic. Want de watertype laat ik ook afvallen. Want een grastype is al goed tegen grond en steen. En dat is met water ook. Dus ik moet een ander type hebben. Dus logischerwijs kom ik uit
bij Torchic. Let's go, Torchic. En Torchic is een chickie. Torchic. Logisch. Yay, Torchic! Wat is mijn partner's nickname? Mijn partner's nickname is gewoon Torchic. Ik wil geen nickname. Torchic en Bulbasaur. Ik vind het helemaal mooi. We gaan naar de wereld van Pokémon. Let's go! Ik heb deze game trouwens nog nooit gespeeld. Dus hij is voor mij helemaal nieuw. Ik ben onwijs benieuwd. En we worden blijkbaar ergens wakker. En we weten niet waar we zijn. We denken dat het een droom is. Maar er staat een lekker briesje. En we horen een stem. En we vragen ons af wie die stem is. Excuse me. Word wakker. Wow, het is Torchic. No, ik vind het zo leuk. Het is zo knap getekend, man. Ik wou dat ik zo kon tekenen. Oké, we waren een soort van bewusteloos. Maar we zijn eindelijk wakker. Dit is Torchic en die is blij ons te ontmoeten. En Torchic vraagt, wie ben jij? Ik heb je nog nooit gezien. Oh, we zijn een mens. We zijn een mens en we zijn veranderd in een Pokémon. Torchic zegt ook, ja, je lijkt gewoon op een normale Bulbasaur. Paniek, paniek. Ah! Het is waar. Ik ben inderdaad in een Bulbasaur veranderd. Maar ik herinner me helemaal niks. Torchic vindt ons maar een rare vogel. Je bent zelf een rare vogel, Torchic. Er wordt naar onze naam gevraagd. Wat is onze naam? Mijn naam is Bulbasaur. Ik heet gewoon Bulbasaur. Hoe toevallig is dat? Torchic vindt het een grappige naam. Ik vind Torchic maar een vreemde vogel. Zeg iemand, help, help me. Torchic hoort geschreeuw. Oh, het is een Butterfree. Oh, dit is zo leuk. Torchic vraagt, wat is een Butterfree? Het is verschrikkelijk. Mijn canopy is in een grot gevallen. Mijn arme baby. Er zat een gat in de grond en mijn canopy is erin gevallen. Hij is te jong om er zelf uit te kruipen. Ik ging hem zoeken, maar een Pokémon heeft me aangevallen. Torchic zegt, hè? Je bent aangevallen door andere Pokémon. Ja, ze zullen wel op een of andere manier boos zijn geworden daar. Dat is wat ik denk. Maar ik ben niet sterk genoeg om deze wilde Pokémon te bevechten. Wat zal er gebeuren met mijn baby? Ja, wat moet ik doen? Oh, 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 paniek. Ah. Oké, Bulbasaur en Torchic gaan er natuurlijk gelijk op af. We zijn in de Tiny Woods. En dit is een Mystery Dungeon. Een Mystery Dungeon is een mysterieuze plek. Hoe het eruit ziet en waar de items liggen verandert elke keer als je zo'n Mystery Dungeon inkomt. En je kan doorgaan door de trap te nemen, maar je moet eerst de trap vinden. En je herinnert je die Butterfree die zei dat de Pokémon aanvallen in deze grot. Soms moeten we vechten. Laten we ons best doen, Bulbasaur. Go, 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 go. Oh, snap. Een Sun. We moeten een move gebruiken met A. Hoppa, sludge op je bakkes. En we hebben XP. Hoppakee, dat was easy peasy. Nice. Liggen hier items? Heb ik maar één move? Dan heb ik alleen maar sludge? Nou, tot nu toe is sludge genoeg. Want ik sloop daarmee al die wormpies. Geen probleem, jongen. Oh, een Pidgey. Hier, sludge. Oh nee, we missen. Torchic. Ja, lekker Torchic. Torchic valt ook even aan. Dat is top. Ik vind het wel gezellig hier met Torchic aan mijn zijde, jongens. Hier ligt helemaal niks. Hier, hey, we gaan hier naartoe. Hier naar beneden. En dan kijken. Oh, we moeten hier naar beneden. Go, Bulbasaur. Ja, we gaan hier naartoe. Tiny Woods. De tweede vloer. Oh, hier krijgen we even te zien hoe we de map moeten lezen. Ik ben geel, mijn teammate is groen, een item is blauw en een enemy Pokémon is rood. Trap is wit. Oké, go. Pak hem! Ja, dit gaat wel makkelijk, jongens. Wat is dit voor item, Pie? Pookie is the money of this world. Daarmee kunnen we dingen kopen. Ik vind het wel echt een gemis dat ze dat geld niet gewoon Pokémoney hebben genoemd, jongens. Oké, we hebben 150 Pokémoneys. Ik noem het wel gewoon Pokémoneys. Hier ligt nog een item, Pie. Dit is een bes. Een Oranberry. Als we HP verliezen, dan kunnen we die opeten en dan hebben we onze HP weer terug. Nice. We kunnen de L indrukken voor de automode. Oh, dan lopen ze gewoon vanzelf. Oh, dit is super easy. Oh, dit is lekker. Hoppakee, itempje gepakt. Nice, 100 Pokémonies erbij. Bulbasaur en Torchic doen nu zelf al het werk. Ik hoef niks te doen. Hoppa. Als we een wilde Pokémon tegenkomen, dan stopt de automode en dan moeten we hem zelf gaan aanvallen. Met Sludge. Ja, dit is easy peasy, man. En dan gaan we hier naar beneden. Oh, what? Een execute. Ik denk elke keer dat die gevechten moeilijk zijn, maar dat valt echt reuze mee tot nu toe. Oh, weer een enemy Pokémon. Sunkern heeft Grout gebruikt. Nu dat hij absorbt. Oh, snap. Hij heeft me geraakt. Doe Sludge op zijn bakkes. Hoppa. Aan het einde van de gevecht krijgen we ook weer HP terug. Dus dat is lekker. Dus even kijken wat hier allemaal te vinden is. Het is gewoon een gangetje. Hey, Pidgey. Sludge op je bakkes, vriend. Hoppakee. Oh, snap. We levelen. Dat is nice. We zijn level 6 geworden. Alles gaat eventjes omhoog. En dan gaan we even hier naartoe. Want hier ligt ook nog een item piece. Ik ben benieuwd, jongens. Wie van jullie is op dit moment ook Pokémon Mystery Dungeon aan het spelen? En ik vind het ook wel leuk om te weten welke Pokémon jullie gekozen hebben. Wie ben jij? En wie is je partner?
We hebben Caterpie gevonden. Yo, Caterpie. Die roept naar de moeder. Oh, arme Caterpie. We komen je helpen, Caterpie. Kom maar met ons mee. Oh, we hebben nu het leveltje gehaald. Oké, we hebben Tiny Woods gehaald, want we moesten de Caterpie zien te vinden. Butterfree, we hebben je Caterpie gevonden. Butterfree zegt, ik weet niet hoe ik jullie ooit moet bedanken. En Torchic zegt, ah joh, dat is cool, dat is oké. Het is gevaarlijk de laatste tijd. Er zijn allemaal aardbevingen en dat soort dingen. En ik ben blij dat we je kleine jongen gevonden hebben. Butterfree vraagt om onze namen. Nou, hallo, wij zijn Torchic en Bulbasaur. En we zijn de epic team. Het epische team van dit spelletje. Oh, arme Caterpie. Caterpie vindt ons cool. Alleen Bulbasaur zegt van, hij kijkt wel een beetje raar naar me. Zijn ogen die glimmen helemaal. Ik schaam me een beetje. Maar het voelt niet slecht. Het is net alsof ik een echte held ben. Het voelt goed om Pokémon te helpen die in nood zijn. Caterpie zegt dankjewel, Torchic en Bulbasaur. Ik weet dat het niet genoeg is, maar alsjeblieft, neem dit mee. We hebben een Tiny Reviver Seed. En een Patchaberry. En 500 Pokémonies. Dankjewel en vaarwel. Doei Caterpie, doei Butterfree. Het was gezellig. Torchic zegt bedankt voor je hulp. Je bent super sterk. Wat ga je nu doen? Heb je plannen? Nou, ik heb een beetje dorst. Ik wil een beetje drinken eigenlijk. Torchic zegt luister Bulbasaur. Als je geen plek hebt om te overnachten, dan kan je met mij meekomen. Oké. Gezellig. Gaan we nu naar het huis van Torchic? Oh, wat een leuk huis. Dit lijkt op zo'n vijand in Zelda. Die van die noten schieten zo uit hun mond. Zo plop. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet hoe ze heten, maar daar lijken ze echt op. Bulbasaur zegt, ja, ik weet niet wat er met me gebeurt. Ik ben een mens, maar ik vind dit een leuke plek. Ik voel me vreemd genoeg heel blij. Misschien is het mijn instinct als Pokémon. Torchic zegt ook, hey, je Bulbasaur, je bent onder de indruk, hè? Ja, ik dacht al dat dit een goede plek was voor jou om te leven. Dit is mijn mailbox. Daarin krijgen we mail van andere Pokémon. En heel veel Pokémon die lijken aan natuurlijke rampen. Net als die Caterpie die in dat gat was gevallen. En er zijn allemaal rampen gaande op dit moment. En als je goed wil doen, dan kan je Pokémon gaan helpen. En Torchic wil ons helpen om de wereld een betere plek te maken voor Pokémon. Zullen we samen een rescue team worden? Let's do this, Torchic. Laten we samen een rescue team worden. Zeker wel. Jij bent ook een baas, Torchic. Vanaf nu zijn wij partners. En Torchic is er blij mee. En oh, we moeten een teamnaam verzinnen. Wat zou een goede naam voor ons zijn? De Excitements? Nee, dat is lame. Ik ben benieuwd of meer Pokémon ons gaan joinen. Want dan moeten we ons team gewoon de Rickachu Army noemen. Of misschien nog beter. Een van jullie had een keer een comment geplaatst met Rickarakkers. Dat ik de Rickachu community de Rickarakkers moet noemen. Ik vind het best wel leuk. Wat vinden jullie van Rickarakkers? Moet ik jullie voortaan gewoon de Rickarakkers noemen? Ik hoop dat het past trouwens. Ik denk dat het net niet past. Ik kom net één teken tekort. Nou, in dat geval noem ik ons gewoon de Rakkers. Even een shout-out naar Ward Kallenbach, want jij heeft dit verzonnen. Shout-out naar jou, jongen. Rakkertjes! Yes, dat zijn wij. Torchic vindt het een mooie naam. Helemaal perfect. Oh, en nog één ding. Torchic wilde iets dragen. Hij heeft er twee. We moeten dat aandoen of opdoen. Het is een sjaal. We hebben een sjaal. Dat van strikje. Rescue Team Rakkers! Oké, we gaan morgen beginnen. Nou, prachtig. Wat ziet dit er mooi uit. En dat is hoe Bulbasaur en Torchic hun avonturen samen zijn begonnen als een rescue team. De Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team is begonnen. Lekker logootje ook trouwens dit. En dit is wat er de volgende morgen gebeurde. Maar dat zie je in de volgende video. Trouwens, hebben jullie wel eens de merchwinkel bezocht? Dit is officiële Rickachu merch, hè? Met een mooie Rick... Oh, andere kant. Met mijn mooie Rickachu logootje. Ga het even checken. Link staat in de beschrijving. Doe een blauw duimpje omhoog voor Pokémon video's. Abonneer op mijn kanaal als je er meer van wil zien. En meer Nintendo video's wil zien. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. We hebben daar bijna de 4000 volgers behaald. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Mazzel!